Goedemorgen, ik ben Simon en welkom bij een nieuwe vlog hier vanuit Walibi Holland. Vandaag bezoek ik een park samen met Destiny. Het is net de dag na Hemelvaart, dus ja, het is behoorlijk druk in het park zagen op de wachttijden. We zijn iets te laat, we zijn nu bij opening vandaag. De express is al dik over een half uur en we zagen op foto's dat het in het tweede wachtpark stond. Dus daar gaan we de dag niet mee starten. We gaan eens kijken waarmee de dag gaat starten. Ik denk Goliath of zo. Ja, het is net zoals eigenlijk de vorige vlog. Best wel heel erg warm in Walibi. Het is vandaag 22 graden en Destiny moest per se een sweater aan doen. Dat was niet de bedoeling. Nee, maar goed. Anders gooien we de daken in de Crazy River als ze te warm krijgen, toch? Ja. Ja, dat doen we. Nee, ik denk gezien de temperaturen dat er nog wel een watertaxietje tussen zit vandaag, sowieso. Ik zeg niet de Splash Battle, maar een El Rio of een Crazy River, dat moet zeker lukken. Ja, het is dus Goliath geworden. De wachtrij is best wel aanzienlijk zoals je ziet. Gelukkig rijden ze wel met twee treinen en ze rijden goed door zoals ik kan zien. Dus hopelijk duurt de wachtrij niet al te lang. Er staat 20 minuten in de wachtrij, dus dat valt best wel mee. Ze rijden goed door met twee treintjes. Kijk, daar gaat er weer eentje omhoog. We gaan vandaag gewoon maar een relax dagje ervan maken. Het zal niet al te veel attracties worden, denk ik. Maar gewoon alles een keertje doen. Mevrouw, dat moet nog geheim blijven tot 1 juli. Dat is zo niet waar. Alles is wel exposed in the making of. Oh ja. Ik ben meubilair, ik mag dit. Zo, even tijd voor een untamed updateje. Ja, het ziet er heel erg af uit. Je ziet daar een medewerker van RMC de track verder afstellen. Daar moet, op het moment dat de track geïnstalleerd is, moet hij daarna een soort afgesteld worden dat de track heel erg soepel wordt. Bouten aangedraaid worden, enzovoort, enzovoort. Gewoon het afwerken de werkzaamheden voordat waarschijnlijk morgen de eerste testritjes gaan plaatsvinden. Oh kijk, hij loopt daar naar boven op de track, hartstikke lachen. Gewoon een beetje klimmen op de achtbaan. Ja, ik wil het wel doen. Ik wil ook zo'n baan. Dan lekker de hele dag een beetje op de achtbaan klimmen. Ja, zo relaxed. Oké, ik heb wel eerder op een achtbaan geklommen, maar dit is wel next level. Uiteraard startgeluid. Destiny moest even op de knop drukken. Uiteraard een waterval, dat is pas bekend geworden. Het station ziet er verder heel erg af. De wachtrij is eigenlijk helemaal af. Daar heb ik eigenlijk geen veranderingen meer in gezien. Misschien nog een paar kleine dingen. Spullen, bakjes, verlichting of bordjes en dergelijke. Maar de beplanting is af en ik vind het heel tof dat die heel bosrijk is. Je ziet al die boompjes aan de zijkant. Nou, geef dat een paar jaar en die bomen worden dan heel hoog. Dan heb je een heel bosrijk gebied. Echt super tof. Ook kijken, komen meer medewerkers van RMC bij. Die lekker de baan op gaan klimmen. Hartstikke lachen.
Nou, het is voor eigenlijk voor de eerste keer dat ik dit gebied een beetje bevolkt zie. Dat er mensen zijn. Dan zitten hier allemaal mensen te eten, het kraampjes, ijsjes. Dus... En het is natuurlijk niet gek dat het hier nog niet druk was, want de achtbaan is nog niet af. Maar ja, toch leuk dat het nu al een beetje loopt. Even vanaf deze hoek kijken en dan zie je de RMC-medewerkers allemaal boutjes aandraaien, trek inspecteren, dat alles goed zit, dat alles vast zit voor die testritjes die binnenkort gaan beginnen. Ze moeten heel vaak testen, dat ligt ongeveer op 1000 cyclus per karretje. Dus 1000 keer moet het karretje de trek rond voordat een achtbaan gecertificeerd is. Dat is een gemiddelde van andere achtbaan. Ik weet niet het exacte aantal voor een teemt, maar het zal ongeveer zo'n aantal zijn. Ik heb al gehoord van diverse Walibi-medewerkers dat ze desnoods 24/7 met die achtbaan gaan rijden om hem op tijd voor 1 juli af te krijgen. Nou, dat is commitment hoor. Dat zijn de late uurtjes dat die baan gaat doordraaien, testdraaien, cyclus na cyclus, alles testen, elke noodsituatie die maar kan voorkomen. Remmen afstellen, wielafstelling is ook een hele belangrijke. Met wielafstellingen kan je heel erg bepalen hoe snel een baan gaat. Je kan bijvoorbeeld een soort plastic wielen of meer een soort rubberen wielen, kunststof. Of dit. Je ziet wel eens witte wielen, dat zijn nylon wielen. Die zijn sneller en dan heb je de kunststofwielen, die zijn wat langzamer. Dus het is een afstelling hoeveel wielen er op een trein zit, welke soort wielen erop zit. Heb je ook nog heel veel variaties in, ook in kunststof, ook in nylon. Voordat die baan eindelijk helemaal goed afgesteld is, er ook heel veel testritjes overheen. Soms zie je dat een achtbaan op de eerste testritjes echt super langzaam is. En dan gaan ze daarna sneller maken of inrijden. En uiteraard moeten de assen ingereden worden. De olie en dergelijke. Je ziet het heel erg bij Lost Gravity, die ook heel erg anders vandaag rijdt dan op de opening. Eigenlijk bij elke achtbaan zie je dat die anders rijdt in het begin dan na een seizoen of zo. Bij Untamed zal het niet anders zijn. Ik weet wel, dan mijn ervaringen met RMC-banen is dat ze met de testritjes best wel langzaam kunnen zijn. Ik zeg niet uiteraard dat het hier het geval is, maar het kan langzaam zijn tijdens testritjes. Dat het langzaam dan sneller gaat, andere wielen eronder, steeds sneller. En op een gegeven moment hebben ze natuurlijk een G-krachtmeting en dan is het ja, stop. Zo hard kunnen we en niet harder, anders worden de G-krachten te hoger. Dan kunnen ze heel veel van tevoren simuleren in programma's. Maar niet alles kan gesimuleerd worden, heel veel moet gewoon uitgevonden worden hier. Op de trek, op de baan, waar je er echt bij staat. Eindelijk kan ik ook het treintje zien. Eindelijk de voorkant, daar natuurlijk. Ik had hem al wel op de transfer track gezien, maar nog niet van zo dichtbij. En ook eigenlijk nog niet goed de voorkant. Ja, ik vind hem er wel heel erg tof uitzien. Hij ziet er stoer uit. Ja, daar gaan we heel veel mooie rondjes op maken dit jaar hoor. Dit is waarschijnlijk de laatste keer dat ik de bouw van Untamed ga zien. Want over anderhalve week ga ik naar Zuid-Korea en Shanghai toe. Wil je die vlogs gaan volgen, moet je me natuurlijk even hieronder subscriben. Dan kan je ook al die updates gaan meemaken. Dat gaat de komende hele zomer gaan er nog vlogs van komen. Want ik ga zoveel parken bezoeken daar. Everland, Lotte World, Shanghai Disneyland, Haichang Ocean Park. Dat is een nieuw park in Shanghai. Ik ga er heel veel bezoeken. Dus vergeet niet even te subscriben. Of me te volgen op Instagram en Twitter. Maar goed, het is dus de laatste keer dat ik de bouw zie. Waarschijnlijk is mijn volgende bezoek aan Walibi Holland pas 1 juli. Als de baan open gaat. Ja, het is best wel... apart om te beseffen van de volgende keer als ik hier voor deze baan sta, dan ga ik er ook echt daadwerkelijk in. Dan is die open, dan kan ik me eigenlijk doen van we wachten er al meer dan een jaar op. En eindelijk, ik kan hem doen. Ik kijk er zo erg naar uit deze baan. Het is zo insane. Potentie de beste RMC ter wereld. Alles is er al over gezegd. Je moet hem gewoon komen doen, 1 juli of een andere dag later dit jaar. Ik kijk in ieder geval super uit naar 1 juli. Ik kan echt niet wachten. Er komen zoveel mensen, ook natuurlijk... Al mijn vrienden zijn erbij. Uiteraard is de grootste Walibi-fan er ook bij, hè Destiny? Ja, natuurlijk. Van, hou jij het nog vol voor 1 juli? Of, of niet meer? Het wordt natuurlijk wel steeds spannender, ook omdat de testrit gaat beginnen. Dus tot nu toe hou ik het nog vol, maar ik ben wel heel erg benieuwd. En ik heb er zin in. Wij kijken er beide natuurlijk hartstikke erg naar uit. Ik hoop jullie ook, maar dat kan niet anders dat jullie er ook naar uitkijken. Elke pretparkfan kijkt naar deze baan uit. Dus ik ben er 1 juli bij. Jij bent er ook 1 juli bij. Ik hoop dat ik jou ook 1 juli zie. En anders een andere keer in Walibi Holland. Maar ga zeker deze baan doen. Dit is het waard. RMC's zijn zo extreem tof. Ik heb er al 11 in mijn leven gedaan. Allemaal zijn ze super. Ik heb nog geen teleurstellende RMC meegemaakt. En ik ben blij dat we eindelijk van die toffe Amerikaanse achtbaanklasse coasters in Nederland kunnen blijven. Dat hebben we Goliath, we hebben Troy in Nederland. Lost Gravity ook een beetje. Maar dit is echt een categorie apart. En ik ben blij dat we het eindelijk hebben hier in Nederland. In Walibi.
Een nieuw bordje bij Cockadoodledoo. Ja, het ziet er wel goed uit. Het is wel een aanvulling, maar ik vind het eten nog steeds niet lekker bij Cockadoodledoo. En ik vind dat je nog steeds voor de prijs veel te weinig kijkt. Dus het is niet echt mijn favoriete restaurant hier in Walibi Holland. Maar waarschijnlijk voor andere mensen wel. Dus ja, helemaal goed. Ik vind zelf persoonlijk Club Wap het lekkerste eten in het park. Ik vind ook Mission Control bij de Space Shot. Heeft ook hele lekkere frietjes. En ik haal ook vaak een broodje in de Main Street in de Hall of Fame. Bij de ingang van de Express. Dat is een hele lekkere broodjes carpaccio. Het is het vijfde bezoek dit jaar. En de vijfde keer dat Blast dicht is. Ja, doe maar een applaus inderdaad. Van Blast is vaker dicht dan de Tomahawk. Dat kan niet. Dat is tegen natuurlijk. Nee, het is echt niet normaal. Het is nu echt gewoon bijna altijd open. Ja, inderdaad. Nou, de rest van de wachttijden in het park die zijn best wel heel erg druk. Eigenlijk het enige wat rustig is, is de El Condor. Die is maar een kwartiertje volgens de app. Ja, misschien eigenlijk wel logisch dat de El Condor zo rustig is, want wie wil nou in de El Condor? Ik hoop echt nog eens een keertje dat ze de nieuwe hangers gaan kopen. Zeg maar de nieuwe stoeltjes. Ik heb ze onder andere aan in Kentucky Kingdom. Dat is zoveel beter. Dat zat zo erg lekker. En in totaal geen headbang was hetzelfde als de El Condor. Er zijn namelijk van El Condor maar twee banen gebouwd. Want de El Condor is het prototype. En daarna zijn er verschillende andere versies gemaakt. Eigenlijk de grootste variatie tegenover de El Condor en andere SLC's is dat die drop die is net anders gekruist. En dit is een airtime-heuvel. Dat is bij de andere versies dat een zijwaartse soort zijwaartse heuvel. Dus zoals ik al zei van de El Condor zijn er dus maar twee gebouwd, twee prototypes. Deze in Walibi Holland, de allereerste die geopend is. En de baan in Kentucky Kingdom in Kentucky in Amerika. Die baan in Kentucky heeft dus de Koenbak-trein en die zit echt fantastisch goed. En ik weet dat ze hier ook wel eens getest zijn op deze baan. Hier zijn ook wel eens voorkomen treintjes getest. Ze hadden natuurlijk ooit aangekondigd dat de nieuwe trein zou opkomen. Heeft Masha zelf gezegd toen bij een fanmeeting. Maar het is nooit gekomen, het is wegbezuinigd. En ja, ze hebben het geld voor andere dingen in het park gebruikt. Dat is keuzes maken. Ik vind het eigenlijk wel jammer, want die was zo goed in Kentucky Kingdom. Want ik had totaal geen headbanging. Ik ging graag nog een tweede keer in de El Condor, zeg maar daar. Ik ging graag nog een tweede keer daar in de SLC. Zo soepel was hij, zo leuk. En ik had eigenlijk het gevoel van, ik kan van de rit genieten. Dat was echt bizar. Wat ook bizar is hoe snel ze hier doorrijden. Joh. Hier staat hij op de lichtstil en daar gaat hij nu pas in de remmen. Dat is echt bizar zo snel. Maar goed, buiten deze complimenten voor deze lage wachtrij van de snelle operations van Walibi. Dat zijn ze echt weer heel goed ingewerkt dit jaar. Maar goed, om het even samen te vatten. Ik denk echt dat het een hele, hele goede verbetering zou zijn. Als op de El Condor ook nieuwe treintjes zouden komen. Of ja, nieuwe hangers eigenlijk. Die wielstellen hoeven niet vervangen te worden. Maar alleen de hangers met de zitjes. Ik denk dat de baan daar heel veel van opknapt. En dat de guest satisfaction echt heel erg omhoog gaat. Want wat ik zeg, ik wou gewoon meerdere keren in Kentucky Kingdom in die baan. En dat heb ik nog nooit in een SLC gehad, dat ik er meerdere keren naar kan inbouwen. Nat, maar als een hele droge rapid, zeker sinds die nieuwe bootjes te zijn, sinds een paar jaar. Maar goed, ik ben een beetje mijn knie nat en mijn onderbeen. En er waren wel een groepje Belgen aan de overkant, die zaten echt met drie grote mannen in een bakje. Die waren super zwaar aan die kant en die hadden echt constant de volle laag. Destiny is helemaal droog gebleven, geen spatje volgens mij. Nog wel een spatje, ja. Ik ook alleen maar een beetje op mijn knie, verder niet zo heel veel. Ja, dan wel. Ben ik niet zo van de hele natte watertaxi's, dus ik vind het eigenlijk wel fijn. Ik vind eigenlijk de Piranje vind ik vaak al te nat als het zeg maar onder de 20 graden is. Daar heb je in Walibi geen last van. Omgekeerd, als het dus heel erg warm is, is die van Walibi te droog.
En die van de Efteling perfect, want die is dan wat natter. Maar goed, als het wat kouder is, wat het natuurlijk heel vaak in Nederland is, dan is deze veel beter, want dan is het wat kouder. Het is fijn dat die droger is, dan is die Efteling echt te nat. Zoals je ziet zitten we ondertussen in het reuzenrad. Nou, het is voor mij echt super lang geleden dat ik het reuzenrad verhaal heb gedaan. Terwijl ik het eigenlijk best wel een leuke attractie vind. En ja, schijnbaar heb je ook echt een heel mooi uitzicht op een tank. Dus ik ben benieuwd als ze daar bovenin zijn. Ik denk dat het laatste reuzenrad waar ik in ben geweest, dat was vorig jaar de Singapore Flyer. Vorig jaar in juni toen ik in Singapore ben geweest. Van, het is zeg maar een classic, maar niet heel veel parken in Nederland hebben nog zo'n groot en mooi prestigieus reuzenrad, zou ik kunnen zeggen. Die heeft echt verder de grootste van alle parken. Drievliet heeft er een eentje, Dino heeft er een eentje. Maar nergens zo'n groot, nergens zo mooi. De ja, center of attention van het hele park, natuurlijk het centrum van het park. Maar dat ziet er, dat hadden we hier ook echt heel bizar uit. Dus die ongeveer even hoog was de lift deel. Ik weet niet hoe goed het zeg maar is op beeld, maar daarachter bij Untamed liggen allemaal witte pakken. Net na de eerste twee versies. En ik vraag me echt af wat het is, wat nu nog zo groot is dat het nu geleverd wordt. Misschien is het extra teaming. Ik weet het niet, ik ben echt benieuwd wat daar ligt. Misschien is het spullen die over zijn, maar dat kan ik mij niet voorstellen. Dus ja, toch nog iets wat nog steeds onbekend is. Dat is eigenlijk wel leuk. Want ik ben benieuwd wat daarin ligt. Misschien is het helemaal niks bijzonders hoor, de grote kans. Maar alsnog, ik ben benieuwd. Vanaf hierboven zie je hoe groen Walibi eigenlijk is. Want ze zeggen wel eens dat de Efteling natuurlijk echt een natuurpark is en dat klopt ook wel. Maar hoeveel bomen hier wel niet zijn hier in Walibi is eigenlijk ook bizarder. Hoera! Jullie hebben vier antwoorden gehoord. Ga je naar ergens anders vervelen? Ga daarheen. Wij hebben hier alleen leuke bezoekers. Oh, is de Efteling te duur voor je? Ja, dan word je ook niet nat zo vuur, hè? Dat is oké. Zo. Oh, heerlijk. Oh, mijn frustratie helpt hier mij. Dat is fijn. Zo. Ik word een stuk vrolijker in één keer. Wat een dag. Heeft iemand Walibi al gezien? Maar dan moet ik eigenlijk even aan de enige echte fan natuurlijk vragen van Walibi. En dat is Destiny! Nee. Heb je Walibi al gezien vandaag? Nee. Niet? Nee. Oh, Destiny! Wat is dit? Oh, misschien moet ik zo meteen Walibi eens even vragen of hij heel verdrietig is nu. Of moet ik het even tegen je zeggen of zo? Daar komt hij! Konijn, snap dit. Oh ja, hij snapt het niet. Moet het even uitleggen? Ja, jongens, het is een speaker. Daar kun je niet in praten. Er komt alleen geluid uit. Ja, ja, oh, zeg hoi! Zo, dat hoor, alsjeblieft. Lekker nat. Zo. Ja, doe nou. Jullie willen allemaal nat worden. Nee! Ja, ja, Destiny, wat vind jij er allemaal van? Ze vindt er niks van. Vader is ze.
Ja, ik zei, heb je wel niet al gezien? Ze zei, nee, ik heb hem nog niet gezien. Maar ja, nu, kijk, er is hier, tada. Oh, wacht, dit doe ik, tada. Ik zeg wel tada, maar ik kan ook dit doen, hè. Let op, met 3, 2, 1. Het is toch vanzelf opgehouden. Ja, het is goed. Precies, dan doe ik het weer. Nou, wij zitten ondertussen bij Fontijn, zoals je hebt gezien. Ja, het park is best wel druk, dus we gaan nu gewoon een beetje relaxed. En Walibi is erbij, we doen een dansje. En een paar kinderen. En Destiny is op de fotofeest uiteraard. Dus ja, gewoon lekker relaxed. Oh, we zijn nu in Plopsaland. Het is lekker voor een lekkertje Speed of Sound. Ik val ondertussen wel mee. Het is nog steeds niet echt rustig in het park. Maar ja, dit is nu ongeveer een kwartiertje, dus dat valt te doen. Nou, we hebben nog ongeveer anderhalf uur in het park. Dus tijd om even een paar taxis die we nog niet hebben gedaan. Speed of Sound en geweldige muziek het afgelopen zondag. Het weer deed al soort van, toen deed hij het ook al niet lekker, maar toen deed hij het in ieder geval. Deed de muziek het nu helemaal niet meer, dus dat is heel jammer dat hij alweer kapot is, want hij was net gemaakt. Wat wel fijn is, afgelopen zondag deed hij heel strak remmen en dat deed hij nu niet meer. Hij deed nu heel geleidelijk weer hem eigenlijk zoals altijd, dus dat is heel fijn, want afgelopen zondag kreeg je halve whipsplash in de baan, of niet? Ja. Ja, halve whipsplash in de baan en nu niet, dus dat is heel fijn. Nu heb ik gehoord dat dat een beetje met de afstelling van de remmen te maken heeft, met onderhoud, bla bla bla. En dat klopt ook wel, want het is gewoon een onderhoudsdingetje. Of als ze net remmen vervangen zijn, of weet ik wat. Wij gaan nu weer lekker een stukje verder lopen in het park. Ik heb geen idee wat we gaan doen. Misschien Lost Gravity als die doenbaar is qua wachttijd. Ik heb eigenlijk wel zin in een richting Goliath. Want de dag lopen alweer bijna op zijn einde. Destiny, zullen we in de Splash Battle gaan? Nee. Nee? Nee. Nee? Nee. Zelfs niet met het warme weer? Nee. Oké, ik geef je eigenlijk al gelijk. Maar er staat geen wachtrij. Het is de enige attractie zonder wachtrij. Dat vind je het gek? Nee. Nee, de Splash Battle was destijds de eerste Splash Battle ter wereld hier in Walibi. Ja, het zal hem voor mij niet hoeven te kopen. Want de andere versies van de Splash Battle die later zijn gekomen zijn echt heel veel beter. Hij is veel te nat voor Nederland. Ik vind het geen goede attractie voor in Nederland. Het is eigenlijk de enige attractie in Walibi die ik echt al jarenlang niet gedaan heb. Destiny gaat er binnenkort 5 keer in. Nou, mij niet gezien hoor. Mail misschien 1 keer als het echt heel warm is afkomende zomer. Voor de rest vind ik hem echt te nat. Zo, dat was weer een rondje Lost Gravity. Ja, blijft een hele goede achtbaan. Ik kijk echt heel erg uit naar deze achtbaan backwards. Want die testen die zijn van de week begonnen, afgelopen maandag. Ja, het karretje daar wordt omgekeerd. Ze hebben de hele box omgedraaid. Wordt nog wel even spannend van hoe we daar gaan instappen. Want er zit natuurlijk geen vloer daar. Dus het is nu voor de test als het even mogelijk. Maar we hebben wel een oplossing voor die vloer verzonnen worden, denk ik. Ik ben wel heel erg benieuwd die te rijden. Er zijn natuurlijk on-ride beelden naar buiten gekomen, een paar. Dat zag er wel heel erg tof uit. Andere achtbanen die ik achteruit heb gedaan waren ook erg tof. Dus ja, ik vind het een leuke toevoeging. Ook omdat het backseat wachtrij hier is echt zeg maar een B-rij, vind ik. Van, je hebt zoveel minder zicht dan de voorste. Het zijn maar 2 rijen. Dus ja, heel benieuwd. Ik hoop dat het een permanente toevoeging wordt. En ik hoop sowieso dat het ingevoerd gaat worden. Want het was maar een test. Dus ja, hopelijk wordt het definitief ingevoerd zo. Boe. Ben je een beetje bang dat ze hier aan het doen? Nou, wel als mensen zo opeens. Ja. Ja. Ja? Ja. Ja, oké, ja, ik snap het wel.
de creeps die hier rondlopen met Halloween. Ja, maar dat is het gewoon. Nee, helaas niet. Kijk wel weer heel erg naar uit naar Halloween. Tijd om de dag af te sluiten met een ritje op de Goliath. Ja, het is nog een maandje lang waarschijnlijk de beste dag van Valibolot. En dan wordt hij na zoveel jaar wordt hij eigenlijk van zijn troon gestoten. Door een team, tenminste. Ik acht die kans al extreem hoog in. Ook zeg echt de meestal team achtbaan hier in Valibolot voor mij nog steeds. Hij staat nog steeds heel hoog in mijn top 10. En dat zegt wat, want ik heb meer dan 1000 achtbanen gedaan. Dus als je dan minder in de top 10 zit, ben je echt heel erg goed als achtbaan. De volgende keer dat ik in Walibi ben, is dus de opening van Untamed. En nog geen 2 weken later is de rollercoaster run. En ik doe mee. Het is een hele nieuwe uitdaging voor me. Ik heb nog nooit zoiets gedaan. Maar ik ben heel benieuwd. En het is natuurlijk voor het goede doel. Je kan me sponsoren. Het is, het is voor kankeronderzoek. Ik zal de linkje even hieronder zetten. En dan kan je een donatie maken als je wil. Okay. Dit was weer het dagje Walibi. We hebben het enorm naar het zin gehad. En ik hoop dat jullie het leuke video vonden. Ja, dat vind ik ook. Ik vond het ook echt een heerlijk dagje. Even een duimpje omhoog als jullie deze video leuk vonden. Even reageren natuurlijk. En abonneren. Uiteraard. Hey, bedankt voor het kijken. En tot ziens, tot de volgende vlog. Doei. Doei.